Maar een heel specifiek dingetje dat ik altijd meeneem is duct tape. Ja, Niels Kastanje, je bent 18 jaar en je wint op je eerste EK korte baan meteen goud met de estafetteploeg. Met de gemengde sprinters estafette en ook nog eens in een nieuw wereldrecord. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Goed. Ik heb er heel erg veel van genoten eigenlijk. Dus ik leefde helemaal op natuurlijk tijdens zo'n finale. En ik heb goed om me heen gekeken. En inderdaad, echt wel genoten van het daar staan. Dus dat vond ik wel heel tof. En qua race was het ook gewoon goed. Dus Ja, want jij begon op de 4x50 meter vrije slag gemengd als eerste zwemmer. En vervolgens stond jij op de badrand jouw teamgenoten aan te moedigen? Ja klopt. Nee, inderdaad. Dat is natuurlijk heel spannend, want je kan er eigenlijk niks meer aan doen. Op dat moment heb je jouw ding gedaan. En het enige wat je kan doen is schreeuwen en aanmoedigen. Sinds september train jij in Eindhoven bij Marcel Wouda. Maar na dit seizoen vertrek je alweer en ga je in Amerika trainen bij een studententeam in North Carolina. Ja, is het zo erg in Eindhoven dat je alweer weggaat? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb het ook echt wel samen met het team in Eindhoven gedaan. Gewoon, we hebben samen inderdaad naar scholen gekeken en gekeken wat het best bij mij past. En het is alleen maar mooi inderdaad dat ik het zo goed heb in Eindhoven op dit moment. Want dan kan je nog beter terugkomen. Als ik inderdaad met ruzie weg zou gaan, dan zou het alleen maar vervelend zijn om terug te komen. Alleen maar spannend. Dan zou ik ook een beetje gevlucht zijn, maar dat is helemaal niet het geval. En uiteindelijk zal Marcel en inderdaad ook Patrick en Thijs zullen me gewoon de komende jaren nog blijven begeleiden. Sowieso op grote toernooien en zo. Dus, Ja, maar vanwaar jouw keuze om naar Amerika te gaan? Je hebt natuurlijk in Amerika is het school en het zwemsysteem is heel erg goed. Ja, dat vloeit mooi in elkaar over. Zeg maar zonder zwemmen ook geen school en zonder school geen zwemmen. Dat gaat gewoon goed langs elkaar. En dat is een van de redenen. En ook gewoon inderdaad het motiverende van het team daar. En gewoon een nieuwe ervaring in Amerika. Dat is ook gewoon heel vet en zo. Het is gewoon een mooi avontuur. Ja. Voor hoeveel jaar ga je naar Amerika? Als het goed is 4 jaar. Het kan ook iets langer duren. Stel, ik haal een paar vakken niet of zo. Dan mag ik 5 jaar blijven. Maar ik ga ervan uit van 4 jaar. Oké, hartstikke mooi. Tot slot, Niels. Wij willen ook graag van jou weten wat jij meeneemt in jouw koffer, behalve je zwembroek. Ja, nou, ik neem heel erg veel mee in mijn koffer. Ik ben een van de weinigen die eigenlijk 2 koffers maximaal gevuld heeft. Dus ik zorg in ieder geval dat ik genoeg bij me heb. Maar een heel specifiek dingetje dat ik altijd meeneem is duct tape. Duct tape, waarom? Ik neem altijd duct tape mee. Ja, het is heel typisch, want het is wel... je hebt het echt best wel vaak... Nou, ik had bijvoorbeeld in dit hotel is het, over het bed heb je dan zo'n laken liggen. En dat, 's nachts gaat dat schuiven. Dus heb ik hem met mijn duct tape vastgeplakt. Dus heb ik gewoon goed kunnen slapen. En ik had wat eten van thuis meegenomen dat inderdaad in de koelkast bewaard moet worden. En we hadden geen koelkast. Dus heb ik het hier in het koude Denemarken heb ik het uit het raam gehangen met duct tape. En wat voor eten heb je uit het raam gehangen? Een bakje kwark. En wat pannenkoeken van thuis. Die mijn moeder had gemaakt. En het is ook als je een vlag wil ophangen of zo. Het komt echt, echt vaak van pas. Het is heel bizar, maar het is gewoon, dat heb ik uit ervaring wel geleerd. Dus